Ja. Oké, okay. Diversiteit is een essentieel onderdeel van ons werk. Raakt dit je nou? Zie ik het goed? Ja, dat raakt me wel, ja. Daar kan ik best een beetje emotioneel over worden. Ik vind het gewoon geweldig. Dat de deur open staat voor iedereen, voor bedoel je? Voor iedereen staat de deur open. Kun je mij eens uitleggen hoe dat voelt om anders benaderd te worden omdat je een kleur hebt? Je wordt niet gezien als mens, vind ik. Nou, dag mensen, de camera loopt. Mijn naam is Wout. En ik heb een prachtige kans gekregen van het Rode Kruis om een serie te gaan maken rondom diversiteit en inclusie. Witte, hetero? Ja, cis? Ja, ik zou mezelf als witte hetero omschrijven, denk ik, ja. En cis ook nog. Ja, en wat bedoel je daar precies mee? Het Rode Kruis wil eigenlijk mensen meer bewust maken in dit onderwerp. Ze bereiken nu met name de mensen die er al mee bezig zijn. Maar nog niet mensen zoals ik, of misschien wel jij. Ik denk dat het gewoon zo belangrijk is voor elke organisatie, maar zeker voor ons, omdat wij met onze voeten in de samenleving moeten staan, dat we gewoon een brede afspiegeling zijn van de samenleving. En zijn we dat op dit moment, een brede afspiegeling van de samenleving? Nee. Het is eigenlijk, ik ga met de camera op stap om te leren. Ik ga met veel verschillende mensen praten, zowel binnen als buiten het Rode Kruis. En dat wordt een soort bewustwordingsproces. En ik hoop heel erg dat je mee wilt wandelen op dat pad, ook als het ongemakkelijk wordt. Maar het leren, dat begon eigenlijk meteen al. Want ik kreeg een mail van iemand met de vraag van... heb je er al op gereflecteerd dat jij dit als witte man mag maken? En welke macht jou dat geeft? Nou, daar had ik nog niet over nagedacht. Goedemiddag, ik heb een afspraak met Faiza. In de eerste aflevering ga ik onder andere langs bij een ambassadeursbijeenkomst rondom DNI. Om erachter te komen waarom dit onderwerp belangrijk is. Tijdens dit proces zal ik ook af en toe reflecteren. En dat is dan met Faiza. Zij is de aanjager binnen het Rode Kruis van dit onderwerp. En ik ga jullie proberen mee te nemen in het leerproces. Diversiteit is gewoon het zijn. Dus wie jij bent. Je achtergrond, je cultuur, hoe je eruit ziet. Je gender, je... Gewoon eigenlijk je identiteit. En dan die inclusie is het omarmen. Het omarmen van al die verschillen en het mogen meedoen. En waarom het belangrijk is om je af te vragen wat het betekent dat ik dit als witte hetero man mag maken. En cis ook nog. Ja, en wat bedoel je daar precies mee? Dat je je identificeert met de gender waar je mee geboren bent. Dus dus ik identificeer me als man. Ja, precies. Zou ik deze eigenlijk moeten weten? Zou ik me hier al in verdiept moeten hebben? Ja. Ik ben er namelijk altijd gewoon vanuit gegaan. Ja. Ik ben een witte man. Ja. Ik val op vrouwen. Ik ben heteroseksueel. Ja. Ik heb nog nooit nagedacht. Ben ik cis? Ben ik queer? Ben ik... En dat komt dus omdat je dus in al die... op al die assen eigenlijk de norm bent. Ja. En als je de norm bent, dan hoef je daar ook niet op te reflecteren. Waarom niet? Omdat de samenleving voor jou is ingericht. Als je daar dus van afwijkt, dan heb je niet je eigen perspectief alleen. Maar dan moet je ook altijd nog het perspectief van die normgroep kennen. Want daar moet je je continu toe verhouden. Een van de verhalen die me eigenlijk meteen raakte was het verhaal van Christopher. En Christopher is een communicatieadviseur bij het Rode Kruis. Ik werk veel met hem samen. Een van de leukste mensen ook om mee samen te werken. Maar hoe kijken mensen naar jou dan? Dat is een goede vraag, Wout. Ja? Aan de ene kant heb je mensen die denken van... Nou, leuk, hij komt in Curaçao. Hij heeft een andere blik op dingen. Dus dat wordt heel erg... Dat is erg welkom. Maar aan de andere kant is er ook, denk ik, naar mijn gevoel... zijn er mensen die toch... andere verwachtingen hebben, omdat je dan net een andere opvoeding hebt gehad, een andere schoolsysteem, andere normen en waarden, cultuur. Nou, bijvoorbeeld dat je niet op de universiteit kan studeren. Ik heb 2 masters en ik heb heel vaak meegemaakt, echt heel vaak, dat mensen dan denken van, oh, je zit op de uni. Oh, je doet een 2e master. En dat wordt dan niet gezegd omdat ze dan blij zijn voor jou, maar meer omdat ze dat niet hadden verwacht. Kun je mij eens uitleggen hoe dat voelt om anders benaderd te worden omdat je een kleur hebt? Je wordt niet gezien als mens, vind ik. Je wordt dan meteen gezien als, ik wil niet zeggen een object, maar als eigenlijk wel een object. Ik hoor jouw verhaal. Weet je, jij vertelt eigenlijk dat jij op een bepaalde manier als zwarte man benaderd wordt. En daar zit een bepaalde pijn. En die pijn, die voel ik, maar ergens begrijp ik hem ook niet goed. Weet je, omdat ik hem zelf niet herken op die manier. En als je dus inderdaad en man bent, en cis bent, en hetero bent,
En hoge sociaal-economische status hebt, klassen, hè, al die assen, dan heb je eigenlijk nooit hoeven verdiepen in iemand anders perspectief. Ja. Want waarom zou je? Dus dan is het echt belangrijk om dat zelf te gaan doen. Waarom is het volgens jou belangrijk? Dat als je dit niet doet, dan hou je dus systemen van dominantie in stand, onbewust. Heb je dus geen bewuste intentie bij, maar je houdt het wel in stand. Mm-hmm. En daarmee worden er heel veel mensen heel erg onderdrukt. En nou probeer ik uit te leggen eigenlijk. Kijk, Nikki vertelt me eigenlijk van dat ik als witte man eigenlijk tot een soort dominante groep behoor. Eigenlijk tot een soort norm. En daarin me eigenlijk nooit heb hoeven verhouden tot eigenlijk iemand die zich niet tot die norm behoort. Of niet zo vaak heb hoeven verhouden daartoe. Is dit denk jij ook de reden waarom ik jouw pijn minder goed kan invoelen? Ik denk het wel. Ja? Ik denk dat ik het wel heel goed beschrijf hier. Het is niet omdat ze niet wil, maar het is gewoon omdat ze altijd, omdat mensen af en toe gewoon, ja, je hebt een andere achtergrond, je behoort dus op een andere norm als je bent. Ik merk ook dat als ik geplaatst word, als het ware, in die dominante witte groep, dat ook mijn pijn naar boven komt, weet je. Dat ik denk, ja, maar ook ik heb als ADHD'er altijd moeten strijden, weet je wel, om tot met die norm, weet je wel. Maar dat is natuurlijk van een andere orde dan de pijn die jij ervaart. Ja, het is een ander, maar het is wel hetzelfde, ja, niet principe, maar het is wel een soort vergelijkbaar concept, zeg maar, snap je? Dat is precies ook de essentie. Elke vorm van uitsluiting is gewoon pijn. En of je nou niet gekozen wordt voor gym, of omdat je er anders uitziet, of omdat je iets niet kan. Dat moet duidelijk zijn. Daar begint het. Daar begint alles. Ik ga in gesprek met directeur Marieke van Schaik om te horen waar de organisatie nu staat in dit onderwerp. Hoi, hoe is het? Goed met jou? Geleden, tijdens zeker COVID geleden. Was dat. Ja. Ik denk dat we al heel veel stappen hebben gezet. En je ziet ook je ziet het ook groeien, maar het gaat nog niet hard genoeg. En we worden nog wel gezien als een witte organisatie. Mm. Maar ja, eerlijk gezegd, als je na een aantal jaar geleden keek, dan waren er ook. En eigenlijk, ik ben de eerste vrouwelijke directeur van het Rode Kruis na 155 jaar. Zo. Want meer dan 150 jaar. Ja, de Rode Kruis werd altijd geleid door mannen. Nou, dat zie je al veranderen. Nu kijken we ook naar die diversiteit. Maar je moet. Dat is ook wel een kwestie van lange adem en heel hard werken. Als laatste in deze aflevering ga ik langs in Ter Apel bij het vluchtelingenkamp, waar Galaf mij heel duidelijk maakt waarom diversiteit belangrijk is. Galaf, ik ben in Ter Apel. Hij kwam 7 jaar geleden als Syrische vluchteling naar Nederland en vond hier na hard werken een thuis. En is nu districtscoördinator bij het Rode Kruis. Ik kwam naar hier op 10 augustus 2015. Had je het gevoel dat je welkom was hier in Nederland? Ja, absoluut. Maar niet altijd. Want ja, kijk, diversiteit binnen het Rode Kruis is essentieel en belangrijk. Vooral op dit moment en vooral op deze plek. Want ja, wie is de doelgroep van ons werk? Zijn asielzoekers en vluchtelingen die uit het Midden-Oosten en Noord-Afrika komen. Wat betekent inclusie voor jou persoonlijk? Betekent een kans of ruimte geven voor nieuwe mensen, voor mensen met migratieachtergrond. Want het is voor mij soort van een signaal dat oké, ik ben welkom hier. Ik kan me gewoon ontzettend goed voorstellen, zeker nu op zo'n regenachtige dag, kom je eraan in een bus, je hebt een gigantische reis achter de rug, je bent moe, je bent misschien wel bang, weet je, je komt in een omgeving die je niet kent. Hoe belangrijk het dan is dat je wordt opgevangen op een zo goed mogelijke manier. Begin van augustus was ik de enige persoon die Arabisch spreekt. Maar nu zijn we 3 mensen die werken hier, die de Arabische taal spreken. Ze komen van andere verschillende soort landen en achtergronden. En ik zou zeggen, de resultaten zijn heel goed. Want op die manier, wij kunnen onze doelgroep bereiken. Wij kunnen echt, eigenlijk asielzoekers echt goed helpen. Ik geef hen hulp. Kijk, ik ben
zoals jullie, een paar jaren geleden kwam ik naar Nederland en nu ben ik soort van de locatiecoördinator van Hotel de Kraus. Dus jullie kunnen ook, als jullie gaan de taal leren, studeren of soort van echt soort van jullie best doen, dan kunnen jullie dat bereiken. Nou, dat was dus de eerste aflevering. En ik vond het heel mooi om bij Gelaf te zien dat diversiteit dus niet alleen belangrijk is om de ander te begrijpen, maar ook belangrijk is om perspectief te geven aan de ander. En nou, het heeft mij in ieder geval perspectief gegeven om hiermee bezig te zijn. Het is echt het begin van een reis. Ik merk dat ik nog ontzettend veel te leren heb. En dat ga ik in de volgende aflevering ook doen. Ik ga in gesprek met vrijwilligers. Arie, heb jij wel eens het gevoel gehad dat je ergens niet bij hoorde? Nee, niet echt. Ik ga met ambassadeur van het Rode Kruis, Mounir, in gesprek. Hij is tv-chef. Eigenlijk zou het niet moeten gaan om waar ik vandaan kom, of hoe ik eruit zie, of welk geloof ik aanhang. Eigenlijk zou het moeten zijn, wie heeft de beste competenties voor hetgeen wat nodig is. En tegen een paar lampen oplopen ook nog wel, denk ik. Echt, ik heb hier nog nooit zo over nagedacht, weet je dat? Ik heb dit echt, dit is voor mij zo'n inzichtmoment dit. Ik hoop dat je met me meereist, want volgens mij is dat de moeite waard. Nou, tot de volgende aflevering.